Leanne van Gaston Mercier. Oh, en doei. Ik sta hier met Leanne van Gaston Mercier. Vandaag gaan we zadels passen bij Carletto en bij Baby Jai. En ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik ook. De zadels van Gaston Mercier zijn anders dan andere zadels. Heel erg anders. Voor het oog lijkt het alsof het zadel meer in het midden van het paard ligt. Dit komt doordat het zadel over de 13e rugwervel van het paard valt. Dit maakt het voor de ruiter veel comfortabeler om in balans te blijven en voor het paard om het gewicht te dragen en zijn lichaam duurzaam te bewegen. Ook tijdens lange afstanden, zoals bij endurance sport. De zadels zijn ook extreem licht door het gebruik van innovatieve materialen zoals carbon fiber. Nou, ik heb vandaag meerdere zadels meegenomen van het merk Gaston Mercier. Dat zijn verschillende type zadels. Bij de Gaston Mercier zadels is het mogelijk om de kleuren uit te kiezen. Dit kan voor bijvoorbeeld de zweepbladen, of de zitting, of de wrongen. En die kan verschillende kleuren zijn, dus hier heb ik het hele kleurenpalet. Ook de naden kun je uitkiezen. En de bies, die is ook hier te zien. En bijvoorbeeld bij deze in het blauw. En zo kan het zadel helemaal gepersonaliseerd worden. Hier in mijn handen heb ik het model Dolin 2, dat is het dressuurmodel van Gaston Mercier. En die gaan we vandaag passen op Carletto. Kijken wat hij ervan vindt. Ik ga hem even aansingelen, kijken hoe die dan ligt. Dus dit zijn ook de singeltjes van Gaston Mercier met hier dit stof aan de binnenkant. En dit zijn allemaal kleurtjes verkrijgbaar, net als de dekjes die daar ook liggen. Oh ja. Gewoon heel veel meer kleurgebruik is dan in de traditionele zadels die we gewend zijn om te zien. Ja, hij heeft niet een hele lange rug, maar op zich ligt dit niet storend. Kijk, het paard moet het zadel kiezen uiteindelijk. Ja. Zo'n hele hoge billen heeft hij erachter. Ja. Ja. Je krijgt heel wat kilo's. Je hoort van alles. Maar... Stijf, hoor, Carletto. Liever niet, nee. Ja? Het ziet er heel mooi uit, moet ik eerlijk zeggen. Ja, super. Ja, dit is die Lakewood. Die is wat lager dan, ja. Ja, echt fijn zadel. Mooi. Nou, Jolanda heeft dus net in de Dolin 2 gereden. Nu gaan we voor even wat anders. Dit is de Margeride. Dit is een zadel die heel erg goed geschikt is voor endurance.
En gewoon buiten rijden, gewoon lekker lang rijden. Dus heeft een hele andere vorm van zadel. Heeft geen zweetbladen, alleen deze korte met de wrong. En voor de rest rijden dus met fenders. Dus die gaan we even op caletten leggen. En kijken wat Jolanda ervan vindt. Ja, je moet heel braaf. En deze heeft dus echt een veel vlakkere zit. Oh ja. Dat kun je zien, dus dat is echt geen diepe zit. En die heeft die naden hier, dus dan is dat ook lekker zacht aan de zit. Die lichtbruine die achter jou ligt, dat is de kleur cappuccino, dat is de meest verkochte kleur. Maar die kleur geel springt er echt wel uit bij hem. Ja. Ja, het is heel, hij heeft zelf natuurlijk ook een hele raar. Ja. Het grijs en het zwart. Ja, een beetje zilver er tussendoor. Ja. Ja. En er gebeurt weer van alles. Rond april, dan krijgt hij ook van die pantervlekken. Oké. Hij is niet geschoren. Nee. Ja, omdat er geen wedstrijden waren. Dus misschien komen ze nu, elk jaar komen ze niet uit omdat hij al geschoren is. Dan komen ze niet tot hun recht. Ja. Ik hoop dat nu de pantervlekken wel uit op zijn recht komen. Oh ja, de beugels. Ja, stap maar op en dan kijken we naar de beugels. Ik zou hem niet per se gebruiken voor een dressuurwedstrijd of springen of dat soort disciplines. Je mag je voet wel iets verder in de beugels doen. Ja. Nee, ik kan er echt niet doorheen. Ja. Ja, echt de fender die gaat je been op zijn plek houden. Ja, dit is eigenlijk het meest verkochte model van Gaston Mercier, omdat je dus gewoon lekker mee kunt rijden. Je kunt hem voor endurance gebruiken, voor buiten rijden, voor als je trektochten gaat maken. Als je het zadel dat in het midden ligt, die heeft ook de panelen die zijn iets langer aan de achterkant. Dus daar kun je ook allemaal bagage op hangen. Ja. Maar dat bruin, dat staat hem inderdaad goed. Ja. Ja. Hij is natuurlijk een hoog paard. Ja, zeker met dat gouden metaal. Voor de ringen en zo. Ja. Dus de boom is van carbon. De kussens zijn bekleed met stof. Dat scheelt ook al gewicht. En het leer is geperforeerd. Oh ja. Dus aan alle kanten is hij zo licht mogelijk gemaakt. Ja. Ik ga hem eens hier van de voorkant. Oh ja! Oh, dit is echt een veertje! Kijk dat! Dit is echt een veertje, joh! Ja, hè? Gewoon, zo, joh! Ja, voor de sportschool is het niks waard. Nee. Echt heel licht. Dus dit is het meest lichte zadel die ze ontwikkeld hebben. En die is dus echt speciaal voor de endurance gemaakt. Dus we zijn nu bij Joy aangekomen. Daar gaan we ook zadels mee passen. En dan gaan we natuurlijk ook voor een dressuurzadel kijken. En kijken welke maat het beste bij hem past. Hallo. Hallo. Ja, moet jij kennis maken? Hoi. Ja, zo heeft hij mij ook ingepakt toen ik hem voor het eerst ontmoette. Oh, dit is wel een hele nieuwe. Het is makkelijk hè, om je hoofd zo op iemand te leggen, of niet? Ja? Je bent wel een schat. Ja, precies, mooi. Hetzelfde kleur als jou, zie je dat? Ja. Ja, die rode met een rode stripje. Ja. Ik ga beginnen met dit zadel. Kijk hoe die ligt. En dan eventueel heb ik dus hetzelfde zadel, één maat smaller in de boom. Maar dan kijken we even hoe die liggen. Ja, goed zo weer daar. Super. Ik ga eerst even die andere erop leggen, kijken hoe die ligt. En dan kunnen we beter vergelijken.
Maar deze ligt in ieder geval niet verkeerd. Ik ben nieuwsgierig naar hoe die andere ligt. Ja, goed jullie. Ja, je bent heel lief. Ja. Deze ligt ietsje beter dan die eerste. Oké. Dit is ook een dolly? Ja, dat is hetzelfde model. Alleen dit is dan de 17,5 inch. En dus bij de boommaat is hier eentje smaller. Oh, oké. Ja, ja. Die andere die kwam iets meer vanuit, hier was die boven iets breder. Dus nu sluit hij wat mooier aan. Oh, ja. Hier zo. Zou je hem willen laten stappen? Ja. Ja. Ja, daarom moet je altijd kijken in beweging en onder de ruiter. Want het hoort bij elkaar. Stilstaan vond ik deze beter passen. Dus beter bij zijn schouders. Dan deze, maar dan kijken we even deze in beweging. Ja. Had je deze al vastgehouden? Nee. Oh ja, ook heel licht. Ja. Ja, ik vind hem zwaar. Oh, je vindt het? Ja, jij vindt het. Ja, mijn zadel. Ja, ik ben verwend, ik vind deze zwaar. Ja, ja, jij vindt dat natuurlijk. Maar ja, het is gewoon een lichtgewicht zadel. Ja. Ja. Dan gaan we weer, Joy. Dan gaan we weer. Je bent ook overal naar nieuwsgierig, hè? En dit is allemaal monoblad, hè? Ja. Ja, in beweging met jou erop ligt de zadel vrij stil. Oh ja. Met lopen zonder jou erop kwam die iets meer omhoog. Je zou misschien nog één graadje langer kunnen, want je komt nu met je knie best wel over de wrong. Omdat jij gewend bent dat de wrong jou echt houdt. Ik denk dat mijn beugels iets korter zitten. Oké. Ja, ik zou bij deze niet korter gaan. Nee? Nee. Nee, want anders kom je echt... Echt nog meer over de wrong heen. Ja, ja. Kijk, de onderste gedeelte is gewoon zacht. Dat is geen enkel probleem. Daar kun je gewoon tegenaan leggen. Ja. Maar het is niet de bedoeling dat je gewoon helemaal overheen gaat. Volgens mij doet hij bijna te veel zijn best. Dat hij daardoor zelf in de moeilijkheid komt. Maar de levade zit erin hoor. Ja, hij kantelt zijn bekken echt. Ja, dat is heel belangrijk hè. Ja. Ja, volgens mij heeft hij daar, als hij probeert te piaveren, ook geen belemmering in. Dus... Ja, dit is een beetje voor de aankiepfase, mag hij wel een beetje stijf volgens mij. Ja. Dat is gewoon een beetje... Maar ik vind het wel belangrijk om te voelen of hij dat... bij die zaal, of hij dan meer... Ik heb het gevoel dat hij meer kan... meer vrijheid heeft dan bij de andere zaal. Ja. Ja, goed zo. Ja, heel fijn de zaal. Ja.
bedje is bijna klein voor hem. Ik heb net de zadels uitgeprobeerd met Carletto en met Baby Jai. Ik vond ze heel erg lekker zitten. Ze zitten iets meer naar achteren toe, iets meer in het midden van van de rug, zeg maar. Dus het zadel heeft een ander evenwicht. Daardoor zit het heel anders, maar het zit heel lekker. Bij Baby Jai kon ik ook goed doorzitten. Ik heb soms moeite om bij hem door te zitten, omdat hij een hele grote draf heeft. Maar ik had er geen moeite mee door het zadel of zo. Dus dat was echt, het zat echt heel lekker. Het zijn ook monobladzadels. Dat vind ik ook heel echt super fijn. Dat je meer contact hebt met je been bij het paard. Je zit vrij dicht op het paard. Ook met de zit zit je vrij dicht op het paard. Dus je kan ook met je zithulpen kan je heel veel kleine signaaltjes geven. Want als je gaat halt houden of zo, kun je dat al met je bekken een klein beetje aangeven dat gaat komen. En dat dus kun je ook heel goed communiceren in dit zadel. Echt, echt een hele fijne ervaring in dit zadel. Ja. Dat is mooi. Jolanda heeft net gereden, zowel op Carletto als op Jai. Wat opmerkelijk is bij deze zadels, is dus wat zij net ook al vertelde, is dat je iets verder naar achteren zit. En daardoor zit je dus meer in het evenwichtpunt van het paard. En belast je dus ook minder de voorhand. Als je meer naar voren zit, wordt je gewicht ook iets meer naar voren gebracht. En ga je dus ook meer de voorhand belasten. En het is dus belangrijk om gewicht meer naar achteren te halen, omdat het paard van zichzelf al meer gewicht op de voorhand heeft. Hierdoor was vooral bij Carletto heel mooi te zien dat Jolanda echt in het midden van het paard zat met de passage, met de piaf. En dat hij daardoor ook echt makkelijk zijn gang kon gaan. En wat jij ook vertelde tijdens het rijden, dat achteruit ook makkelijker ging bij hem. Dat hij ook wat soepeler ging eronder. Ja, ja. En Jai kon je ook heel goed zien dat hij zijn bekken heel goed kon kantelen in het zadel. Dus wat straks ook het werk veel makkelijker gaat maken voor de piaf en andere oefeningen. Ja. Op de website van Gaston Mercier kun je de kleuren van het zadel samenstellen. Binnenkort zien jullie welke kleuren ik heb gekozen om met Carletto in de internationale Grand Prix uit te komen. En het zadel van Jai gaat ook opvallen in de wedstrijdring. Ben jij enthousiast geworden van de zadels van Gaston Mercier? Neem dan contact op met Leanne Smeenk via leanne@gastonmercier.com. Leanne verkoopt zowel nieuwe als tweedehands Gaston Mercier zadels. Dit was het einde van deze video. Als je hem leuk vond, vergeet dan geen duimpje omhoog te doen en je te abonneren op mijn kanaal. Dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!